allemaal, leuk dat je kijkt naar deze nieuwe weekvlog. Het is vandaag dinsdag, ik begin weer een dag te laat. Wat heel erg vaak gebeurt in mijn leven. Het is nu ochtend, vroeg. Ik zal even kijken hoe laat het is. 8:10 en ik wil om 9:30 op school zijn. Dan kan ik gaan inzingen en zo. Vandaag heb ik les tot 7:15. Dus ik heb best wel weer een lange dag. Maar wel prima dag verder. Ik ben echt een zieke blackout. Ik weet gewoon even niet wat ik wilde zeggen. Nou goed, het is in ieder geval ochtend. Ik ga zo meteen naar school. Heb ik weer de hele dag les. Weer waarschijnlijk een dag waarin ik niks kan filmen voor jullie. Maar we're gonna try. Ik hoop ook echt dat ik vanavond een keertje gewoon na liedinterpretatie nog ga studeren. Want ik moet me daar echt toe zetten. Want anders ga ik het gewoon nooit doen. Maar ik ben elke keer zo moe na zo'n lange dag. En dan heb ik echt gewoon geen zin meer om te zingen. Maar het moet eigenlijk wel. Want ik moet gewoon best wel veel gaan studeren deze week. Dus ik ga me er even toe proberen te zetten dat ik het wel ga doen. Ik zie er echt heel wild uit, maar ik ben thuis na een dag school. Ik heb mijn pyjama alweer aangetrokken, want ten eerste het is echt intens koud buiten. Ik weet niet hoe dit opeens is gekomen, maar het is echt opeens -30. Ik ga lekker chillen, ik ben er zo klaar mee. Ik had tot 7:15 les, toen ging ik nog even studeren tot 7:45. Ik zet hem heel even neer, want mijn arm doet ook zeer. Op een gegeven moment dacht ik echt, waar de hel ben ik mee bezig? Ik was aan het zingen en het lukte allemaal niet. En er kwam de hele tijd een kraakje op. En ik dacht echt, ik kan gewoon niet meer. Ik moet gewoon naar huis. Het is gewoon echt een te lange dag. En ja, toen ben ik dus naar huis gegaan. En nu ben ik mijn eten aan het maken. Ook eindelijk. Ja, het valt me gewoon heel even zwaar vandaag, die lange dag. Maar goed. Ja, ik ga zo meteen eten, lekker Netflixen. En gewoon daarna gelijk mijn bed in. Ik bedoel, het is al 9:15. Dus ik ga gewoon om 10:00 in mijn bed liggen. En wat zei ik? Het is 10:06 en ik ga mijn bed in. Ik begin vandaag om 12:00. Het is nu 11:00. Ik ben weer mijn bed ingekropen. Maar dat komt echt omdat het gewoon niet te doen is. Hoe lekker dit bed is. Echt, ik wil er niet 100.000 miljoen keer over praten, maar dit dekbed is echt, ja, ik raad gewoon iedereen aan om dit te kopen. Want dit maakt je leven gewoon echt 1 miljoen keer beter. Echt, ik heb gewoon nu zoveel meer zin om mijn bed in te gaan. En om te gaan slapen. Het is ook moeilijker om eruit te komen, dat wel. Maar aan de andere kant, ik word eigenlijk elke ochtend echt super fit wakker. Dat is echt zo chill. Mocht je interesse hebben, linkje in de beschrijving. Ja. Helemaal. Het is zaterdag. Het is weer tijd dat Pamela gaat vloggen. Dat heb ik volgens mij echt een halve week niet gedaan. Maar goed. Ik ben op school en ik ga studeren. Ik moet best wel veel doen voor zang. Dus dat ga ik nu doen. En misschien straks nog even naar Filip, want die is aan het dansen. Ik heb alleen geen danskleding mee. Maar dan ga ik wel gewoon even kijken of half meedoen of whatever. Dus dat, ja. Ik ben moe, dus ik ga eerst even bubbelen. Het is nodig. Het is weer lekker donker in mijn kamer, maar goed, we doen het ermee. Ik heb net een pakketje opgehaald van, ik doe precies verkeerd om, van Chiquel. En ik dacht, ik maak dat even open voor jullie. Want ja, ik ben zelf ook heel benieuwd wat erin zit, want ik weet het oprecht niet meer wat ik heb besteld. Ik heb volgens mij 4 items besteld. Dus die gaan we nu even openmaken. Ja, hier ben ik echt heel blij mee. Het is een crop top. Het is dus echt een sportstofje. Het is echt gemaakt om in te sporten. En ik hou heel erg van om in dit soort topjes te dansen. Dus daar heb ik hem ook voor besteld. Voelt echt super chill. Ik heb het volgens mij wel in de maat M. Dat is mijn eten. Wacht, ik zal het even uitzetten. Dus dit topje echt super blij mee. Ja, echt heel chill. Ik hou er echt van om hierin te dansen. Het is ook chill om over mijn balletpak aan te trekken. Dan heb ik het toch net wat warmer. Dan heb ik deze zwarte broek. En dit is een, ja, een beetje lastig te laten zien omdat het hier nu ook best donker is. Het is een beetje een nettere broek, strak. En het loopt dan een beetje wijd uit. Dus het is, ja, echt een beetje een soort pantalonachtige broek volgens mij. Dus ik ben ook heel benieuwd hoe deze gaat staan. Die heb ik ook in een
maat 38. Misschien had ik die ook wel in een 36 kunnen nemen. Dan heb ik ook nog deze sweater dress-achtig iets. Het is een kooltrui, kooldress. Goed verhaal. Oké. Ja, dit is, het is gewoon een volgens mij redelijk rechtvallend jurkje. Maar ik dacht, ja, leuk met een riempje eromheen. Dan wordt het altijd standaard wel wat leuker. Heb ik ook in een M. Had ik misschien ook wel in een S kunnen nemen. Ik ben altijd zo dat ik alles in een M bestel. Terwijl ik eigenlijk denk, ja, ik denk altijd dat ik dikker ben dan dat ik ben. Want ik ben eigenlijk helemaal niet zo dik. Maar goed. En als laatste heb ik nog een jumpsuit. En daar ben ik vooral heel benieuwd naar. Want ik hoop echt dat deze mooi is. Want dan kan ik die ook weer bij concertjes en zo aan. Of bij een koorconcert. Het is gewoon een zwarte velvet jumpsuit. Met, dit is zeg maar een overslagmodel. Ik hoop vooral, ik denk dat die waarschijnlijk weer ingekort moet worden. Maar goed, dat is prima. Met wijde pijpen. En dan zit er om je middel ook een riempje. Ja, echt heel benieuwd naar. Jullie zien het nu echt voor geen meter. Ja, vet blij mee. En nu ga ik eten, want ik heb echt heel veel honger. Dus dat ga ik doen. Nou, ik heb even een jumpsuitje aangetrokken. Sorry dat je tv op de achtergrond hoort. Maar hij zit perfect. Echt gewoon precies goed. Ook bij mijn benen. Ik kan er gewoon hakken onder doen. Ja, ik vind hem fantastisch. Dit is echt waar ik van hou. Helemaal blij mee. Zo, ik ben even van outfit veranderd. Sorry, echt sorry dat het beeld zo intens lelijk is. Maar ik heb deze top van Subdued aan, de panterprint. Deze is van, ja, Lovies, denk ik. Ik weet het niet meer. Deze broek is van Chiquelle, die ik net heb binnengekregen. Super blij mee. Ik had hem inderdaad wel een maatje kleiner kunnen nemen, want hij is een beetje ruim. Maar verder vind ik hem wel super leuk en het zit heel lekker. Maar ik heb er voor nu dus even een riem omheen gedaan, zodat hij wat beter blijft zitten. En Dr. Martens eronder. En nu ga ik naar Breda, want ik ga gezellig een avondje chillen met wat vriendinnen van mij. Gaan een lekker spelletje spelen, lekker bijkletsen. En ja, dan ga ik straks wel weer gewoon terug naar Tilburg. Dus ja, ik ben denk ik om 1 uur of zo weer thuis. Maar daar heb ik wel heel veel zin in, dus daar ga ik nu heen. Helemaal, het is vandaag zondag en ik ga nu heel even de stad in, want ik wil eigenlijk nieuwe laarsjes gaan halen. En ik moet even langs het kruidvat en ja, ik ga gewoon even lekker rondje lopen. Want daar heb ik zin in, dus dat gaan we lekker doen. En dan straks als ik terugkom ga ik boodschappen doen. En vanavond ga ik bij Judith eten, dus dat is super gezellig. Hoi! Oh nee, dat echt niet op het internet. Nee, ik zal het hier behouden. Dit kan wel, denk ik. Oh, dit wel? Nee. Ja. We hebben lekker gegeten. Ja, we hebben lekker gegeten. Ik heb voor het eerst in mijn leven ragout gegeten. Het was vegetarische ragout met vegetarische kip en dragon. En spinazie met à la crème met pijnboompitjes en ui en knoflook. Het was erg lekker. Het is vandaag maandag en ik mag weer naar school. Ik heb een hele korte dag vandaag. Of tenminste, ik heb eerst ballet, dan zangles gelijk erachterna. En dan vanavond moet ik nog zangles geven. Maar ik heb dus tussen 12 en 5 helemaal niks. Dus dat is echt super chill. Dan ga ik gewoon even de stad in. En ja, dat, daar ben ik echt blij mee. Zo, nou, het is nu middag. Ik doe heel even mijn oortjes uit. Ik ben nu weer lekker thuis. Het is 2:30. Ik was om 12 uur klaar en toen ben ik daarna even de stad in gegaan. Want ik was gisteren al de stad in. En ik wilde nieuwe schoenen halen. Maar het was gisteren zo intens druk in de stad. Dat ik echt zoiets had van nee, dit gaan we echt niet doen nu. Maar goed, en hier in Tilburg zit dus een winkel Expo en dat gaat weg. En ik kan niet echt uitleggen wat voor winkel het is, want ze hebben er van alles. Maar ze hebben er dus ook heel veel schoenen. En dat zijn allemaal niet van die hele dure schoenen. Ja, zijn ook niet allemaal even mooi en even leuk. Maar wel gewoon voor die standaard basics is het echt heel chill. En nu was alles 50% in de winkel, omdat die winkel dus weggaat. Dus ik heb even mijn kans gegrepen en ik heb 2 paar schoenen gehaald. Allebei schoenen die ik graag wilde en die ik ook niet voor al te veel geld wilde kopen. Dus dat is super chill. Maar ik heb van die high leg boots gehaald. Ik wilde dit al een tijdje. En dit is echt niet iets wat ik elke dag zou dragen. Maar voor bepaalde gelegenheden vind ik dit gewoon heel erg mooi en vrouwelijk. Ik weet niet, ik hou er altijd wel van. Ik vind het een hele stoere look geven, maar ook tegelijkertijd heel sexy. En dat
vind ik gewoon heel erg leuk. Dus het zijn van die lange suède laarzen. Het zit echt heerlijk. Voor nu in de winter is het eigenlijk ook echt super chill. Want je hebt eigenlijk gewoon een soort beenwarmers. Het is echt super chill. En dit is dan met een... Ja, gewoon een degelijk hakje. Laat ik het zo zeggen. Je had ook van dit soort laarzen echt staan met zulke hakken. En toen dacht ik, nee, dat gaan we niet doen. Ik vind het heel mooi bij anderen, maar bij mij, dat past gewoon niet. Dus ik heb met gewoon een leuk blokhakje gedaan. En deze waren officieel €45, maar 50% eraf. Dus €22,50. Zeg ik dat goed? Ja. Nog een paar schoenen van Lucky Shoes. Volgens mij heb ik daar wel vaker schoenen van gehad. Dat zijn deze laarsjes geworden. Gewoon van die, ja, best wel simpele, standaard laarsjes die heel veel meiden hebben. Maar dit vind ik gewoon heel chill. Ik had al van dit soort laarsjes, maar die waren stuk gegaan. En ja, ik was nog op zoek naar nieuwe. En ik vond deze wel heel erg leuk. Het zijn gewoon simpel, maar prima laarsjes. Dus ja... Die twee heb ik gehaald voor €40 in totaal. Ik ga deze soep maken. Die heb ik nog nooit gehad volgens mij. Maar ik dacht ik pak weer een keertje zo'n vers pakket van de Albert Heijn. Want het is gewoon heel erg chill. En die waren ook nog eens in de bonus nu. Dus daar heb ik €3,50 voor betaald. En het is voor 6 personen. Dus daar kan ik best wel flink van eten. Dus dat is heel erg chill. En ik heb net ook... Het leek me wel handig dat als ik soep ga maken, dat ik ook een staafmixer in huis heb. En die had ik dus nog niet, dus die heb ik ook even gehaald. Zo, nou, ik heb een avondje op de bank gezeten nadat ik zangles heb gegeven. Ik heb 1,5 uur zangles gegeven, want ik heb nu 2 leerlingen achter elkaar. Dat was heel erg leuk. Dat vind ik altijd heel erg leuk, dus ja. Daarna ben ik naar huis gegaan en heb ik lekker gegeten en op de bank gezeten. Ik heb ook weer een avond gehad waar ik door 600 emoties ben gegaan. Maar that's okay, that's life. En ja, ik heb dat wel vaker als ik zeg maar alleen ben. Zoals nu, dan zit ik op de bank en dan ben ik eigenlijk niks aan het doen. Een film aan het kijken was ik. En dan ben ik dus eindelijk een beetje een soort van aan het ontspannen. En dat doe ik eigenlijk de laatste tijd niet echt meer. Heel vaak. Echt ontspannen. En als ik dan echt ontspan, dan komt er van alles los in me. En dan... Dan ben ik aan de ene kant gelukkig, dan ben ik aan het janken, dan ben ik boos over dingen. Dan komen echt alle emoties. Ja, dat heb ik ook weer gehad vanavond. Maar ja, ergens is het ook wel fijn af en toe om even te huilen of even... Ja, ik weet niet, ik vind dat gewoon wel echt een opluchting. Heel veel mensen zeggen daar denk ik niks over. Of die uiten niet zo heel erg dat ze ook emoties tonen, zeg maar. Maar ik vind dat alleen maar iets fijns. Ik ben eigenlijk altijd wel blij als ik eindelijk weer een keer moet huilen om iets of whatever. Want dat is het moment dat ik weer een klein stukje ervan loslaat of zo. Ja, moeilijk om te zeggen, maar dat. Ik wilde eigenlijk vandaag nog mijn video editen. Ik loop intens achter met mijn vlogs, maar goed. Dat is dan maar even zo. Ja, ik weet niet wanneer ik dat nu ga doen, maar... Oeh. Als ik een keertje weer energie heb daarvoor. I am sure to win with anyone at all. I'm not afraid of anyone. Not a soul alive can get behind this wall. So let them come and watch them fall. Hallo, het is 9:15 en ik ben nog op school. Ik ga nu naar huis, want ik ben echt helemaal dead. En ik ga lekker naar mijn bedje toe. Maar ik heb wel goed gestudeerd, dus daar ben ik trots op. Hallo allemaal, het is inmiddels alweer donderdag. Ik ben op school. Het is nu 7:30. Ik ben klaar met al mijn lessen en ik ben nu even piano aan het doornemen. Maar ik ga zo meteen naar huis, want ik ben super moe. En ik denk als ik nu te lang door ga studeren, dat ik 1, mijn stem kapot ga maken, aangezien ik zo moe ben. En 2, dan ben ik morgen dus al helemaal niet meer te genieten. En ik moet nog een hele dag. En ik moet zaterdag ook de hele dag naar school. Dus ik kan beter eventjes mijn rust sparen. Ik heb nu even piano doorgenomen en... Ja, dat is top. Gisteren had ik dus echt een superleuke avond gehad. Maar omdat ik het zo gezellig had,
ben ik gewoon helemaal vergeten te vloggen. Ik heb gisteren de hele avond Just Dance gespeeld met een paar vrienden van school. Ik baalde zo erg dat ik het niet heb gefilmd, want ik heb zoveel lol gehad gisteren. Maar ik heb het dus niet gefilmd en dat is echt super balen. Maar goed, volgende keer beter. Gaat vast wel nog een keer gebeuren. En ja. Goedemorgen, het is vandaag vrijdag en je zou zeggen dit is de laatste dag school. Maar nee, je moet morgen ook naar school, want dan is de oriëntatiedag. En dan gaan we optreden met de klas om 9 uur 's ochtends. Maar nee hoor, wel zin in, maar gewoon heel erg vroeg. En vandaag heb ik les tot 6 uur. Ja, best wel rot geslapen, want ik heb dus heel erg last van mijn rechterschouder. Zeg maar, als ik bepaalde bewegingen, zoals dit, als ik zo'n beweging naar achter maak, dat doet heel veel pijn. En ik kan ook niet zo heel lekker mijn arm optillen, omdat het gewoon pijn doet. Maar ja, ik heb zometeen jazz, dus ik ga gewoon even rustig aan. En dan hoop ik dat het een beetje loskomt, want ik heb dit vorig jaar ook een soort van gehad. En toen hadden we ook jazz en toen weet ik nog dat die pijn een beetje wegging. Omdat je het gewoon een beetje losmaakt. Dus ik hoop dat dat gaat helpen en anders doe ik gewoon even rustig aan vandaag. Het is vandaag zaterdag. Vandaag is de oriëntatiedag geweest op school. Of ja, het heet nu tegenwoordig de workshopdag. Was super leuk. Allemaal nieuwe mensen komen dan zeg maar. Het is een soort open dag. Maar dan kan je ook workshops volgen en dat soort dingen. Dus heel erg leuk om weer allemaal nieuwe mensen te zien. Wij hebben vanochtend ook gezongen met de klas. Als wij niets doen van Soldaat van Oranje. Was ook echt super leuk. Laat ik nu al heel even een stukje van zien. Als wij niets doen. En zometeen hebben wij een heel groot feest met eigenlijk de hele opleiding. En we moesten allemaal verkleed komen als onze droomrol. Nu heb ik er niet eentje gekozen wat per se mijn droomrol is. Maar wel een rol die ik graag zou willen spelen. Dat absoluut wel. Ook al denk ik niet dat dat ooit nog gaat gebeuren aangezien het nu speelt. Maar ik ga vanavond als Anya / Anastasia. En ik heb er echt een super goede outfit voor gevonden. En ik ga het straks laten zien als ik het aan heb en zo. Super veel zin in. En ik ga mijn camera even meenemen. Want dan kan ik... Of ga ik mijn camera meenemen? Misschien is dat niet handig. Want ik laat mijn tas daar. Dus ik neem mijn telefoon mee. Dan ga ik daarmee filmen. En ik heb er heel erg veel zin in.